gebruik. Maar ook. Oké. Het klinkt heel leuk allemaal. Dus ja, daar zitten we dan in Den Haag, vlak voor de huldiging. Fantastisch, hè? Ja. Hoe was het voor jou? Ja, geweldig. Ja. Ja, super. Maar je hebt niet zo heel veel gespeeld? Nee, ik heb niet zoveel gespeeld. Nee. Maar dat maakt de lol er niet minder om? Het is anders, zeker. Ja. Maar nee, ik ben gewoon zeer tevreden. Ja. Dit waren de zevende spelen? Zevende spelen, ja. Ja, dan komt toch de vraag van, is dit de laatste keer? Weet ik niet. Geen idee. Nee. Je gaat nog gewoon door? Ik heb nu nog geen keus gemaakt. Je hebt nog geen keus gemaakt. Goedemorgen. Dit waren niet de eerste spelen voor je? Nee, mijn derde spelen. Al in 2016 mijn eerste spelen waren die. En waren dit de mooiste? Dit waren op Nario de mooiste spelen die ik heb meegemaakt. Ja, en waarom was Rio nog mooier dan? Om ik in vuurwiel zilver opeens haalde. Op de vijfde ranking stond ik en opeens tweede werd. En nu deed ik het met het estafette team. Maar je hebt een zilveren plak gewonnen en een persoonlijk record gevestigd. Ja, dat wel weer. En dat wou ik verbeteren. Sinds Tokio wou ik het anders aanpakken dan in Tokio. Want ik was teleurgesteld. Ja, Tokio teleurgesteld, maar dat heb je nu wel goed weggewerkt. Weggewerkt en er dikke strepen onder gezet. Ja, dat is toch mooi, hè? Let op. Goedemorgen. Was wel heel spannend, hè? Ja. Niet verwacht. Nee. Nou, niet verwacht, maar je hebt er zo hard voor getraind van tevoren. Elke keer daar in Zeewolde maar heen en weer langs die hele lange baan. Ja, maar iedere sport heeft hard getraind, hè? Ja, je hebt gewoon je best gedaan. Ja. Ik heb gedaan wat ik leuk vind. Wat opvalt in de sportwereld is dat iedereen gek is op medailles, maar Marieke van Soest eigenlijk niet. Nee, heb ik niet. Ik heb een rustigheid. Nee, het is leuk, maar daar doe ik het echt niet voor. Hij gaat echt de zolder op. Ja. Maar is zo'n dag als vandaag dan eigenlijk ook niet leuk? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar voor mij zou het niet hoeven. Nee. Maar de koning, minister-president, ik bedoel, het is toch niet niks wat hier allemaal klaar staat voor je? Nee, dat is waar. Daarom is het wel bijzonder. Maar ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vind. Ik denk, het is zoveel, dat hoeft van mij niet. En ga je nou eigenlijk door voor de Olympische Spelen, Paralympics, over 4 jaar? Nee. Maar ik blijf fietsen. Zolang ik het leuk vind, sluit ik niks uit. Maar het is niet mijn doel. Nee. Het enige doel wat je eigenlijk hebt, is je lichaam op de proef stellen en eruit halen wat erin zit. Ja, mezelf beter maken, genieten, plezier hebben in het sporten. Dat is mijn doel. Ja. Ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat het echt uitverkocht was. Echt indrukwekkend. Ja. En tot inhouding. Start. En nu de dag van vandaag, wat verwacht je daarvan? Van de koning en van de pers die op je afkomt. Ja. Leuk? Leuk wel. Dat het een leuke, lange dag wordt. Ja. Nou, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Ja.